Ik ben Tom Vets, ik ben 34 jaar, ik woon in Herentout. Ik werk als bedrijfsleider in een tomatenkwekerij in Merksplas. Ik ben geboren in de tomaten. Mijn vader was tomatenkweker en om te concurreren op de globale tomatenmarkt zijn er twee mogelijkheden. Ofwel ga je concurreren op prijs, ofwel ga je concurreren op kwaliteit. We hebben gekozen voor het laatste. De tomatenteelt in België is high-tech. We gebruiken computerprogramma's om water te geven. De Europese Unie is zeker een voordeel om tomaten te kunnen exporteren naar andere landen. Maar we zien wel dat ieder land nog altijd zijn voorkeur heeft voor zijn eigen producten. We hebben werknemers van over de hele Europese Unie. Ook voor werknemers zou het heel makkelijk zijn, moesten de regels hetzelfde zijn voor alle inwoners van de Europese Unie. Dat zou de administratie een pak makkelijker maken. De Europese verkiezingen zijn belangrijk omdat Europa steeds meer te zeggen krijgt.